En Jack van den Berg, dat noemen we dan een zespuntenweekend. Ja, en het weekend is nog niet afgelopen ook natuurlijk. Maar oké, dit is natuurlijk heerlijk. Als je zelf wint, grote cijfers en concurrentie verliest, ja, dan is het een mooie zaterdag inderdaad. Ja, dat is van tevoren denk ik niet verwacht, zo'n ruime uitslag. Nee, als je gewoon een heel aantal wedstrijden, al voor mijn tijd, steeds vaak wint en dan met één doelpunt verschil, dan verwacht je niet. Dan zou je wel heel erg veel capsules hebben. Dus je dan denkt, nou, voor de vandaag 6-1. Dus ja, vooral wel lekker een keer makkelijk winnen. En het is toch makkelijk, wat is makkelijk. En de concurrentie, er wordt natuurlijk ook wel gezegd van ja, je moet zelf winnen, concurrentie is niet belangrijk. Nou, concurrentie is natuurlijk wel belangrijk, want als ze niet meer winnen, dan ga je toch gauw redden natuurlijk. Vooral de luxe om met 2-0 voor te staan en binnen een kwartier moet voor jou fijn zijn. Ja, maar dat is voor iedereen fijn natuurlijk. Ik vond alleen wel dat ik ben uiteraard hartstikke blij met die 6-1 en de doelpunten. Maar na de 2-0 en tegen 10 man spelen op een gegeven ogenblik, zag ik toch wel een stukje dat we op twee gedachten gingen hinken. En zo'n beetje twijfel van nou gaan we door of terwijl we in de rust heel duidelijk afgesproken van hey, we hebben een doelstelling, we moeten gewoon doelpunten maken. En we moeten gewoon de tegenstander niet laten voetballen en meer doelpunten maken, het initiatief pakken. Ja, dat hebben we wel gedaan, vind ik. Dus daar ben ik wel blij mee, ik ben sowieso blij. Het voetballende gedeelte, dat kan nog wel wat beter, dat je dan af en toe iets meer rust hebt. Op het einde ging dat goed. Die rust hebben en dan je momenten pakken en dan denken van, hey, hup, daar gaan we weer een keer. Even weer een snelle aanval er tegenaan. En ik vond het baltempo op een gegeven moment vrij laag. En, periode 3-0 in de tweede helft. Toen zij 3-1 maakten bijvoorbeeld, nou, was ik toch niet gerust op. Daar ben ik hetzelfde trouwens, hè, dus het zal ook een beetje aan mij liggen. Maar toen was ik toch niet gerust op. En dan vond ik, wat ik zei, op twee gedachten hinken. En zo van, ja, meer wordt er nog omgeroepen inderdaad van Zakkerbo staat achter. Ik weet niet precies wat dat met spelers doet. Ze vinden dat natuurlijk al fijn, maar ja, toen was het eigenlijk meer van, hoe lang duurt de wedstrijd nog? Maar toen was gewoon nog 20, 25 minuten spelen, geloof ik. Weet je? Dus dan denk ik, graag gewoon verder. Ja, nou ja, wel 4 doelpunten. Ja, uiteindelijk wel, ja. Dus ik zal niet zeuren. Nee. Maar het moet wel fijn zijn om op zo'n mengeling te kunnen rekenen. Nu 26 goals, dat zie je niet heel vaak in de competities. Nee, maar ja, het is een geweldige naam natuurlijk. Een fantastische spits. Ja, natuurlijk is dat geweldig om die erbij te hebben natuurlijk. 26 doelpunten. Het is alleen ook fijn dat Sanchez vandaag scoort. Ja, dus Sanchez moet daar gewoon veel meer. Steven moet veel meer. Hij moet veel meer willen scoren. Weet je? Hij vindt nou ook goed spelen en een assist geven is ook goed. Dat is ook allemaal prima. Hij moet zelf, het is toch een aanvallende middenvelder of een spits. Ja, hij moet ietsje meer eager zijn voor de goal. Gewoon ook willen scoren. Nou, vandaag gebeurt dat gelukkig. Nou, misschien wel dat Frank de Voort, die speelt tegenwoordig, dat is de tweede wedstrijd achter elkaar dat hij nu speelt. En misschien is dat voor Marciano, want die maakt natuurlijk het ogenblik wel heel erg makkelijk. Dat er net even wat meer afleiding is van hem. Dat ze, nou, niet dat ze hem vergeten, dat geloof ik ook niet. Maar dat er iets meer afleiding is en dat er ook op iemand anders gelet moet worden. Dus, maar Frank, we hebben Marciano Mengelink en daarna valt er wel een heel groot gat in de topscorerslijst. Ik geloof dat nummer 2 is Robert Suzanne, die heeft de 7. Dus ik vind, er moet wel de andere spelers daaromheen moeten ook gaan scoren. En dat kan ook, als je maar scherp bent. Frank de Voort kan conditioneel nog wel wat sterker worden. Maar daar ben ik ervan overtuigd dat ook hij gaat scoren. En die Mengelink zou maar geblesseerd raken inderdaad tijdens een training. Ja, maar dat doet hij niet. Zullen we er even afkloppen, maar dat zou niet lekker zijn. Waar jij niet gerust bent bij zo'n 3-1, zul je dan ook al niet gerust zijn op de afloop van deze competitie? Worden jullie kampioen of niet? Nee, daar doe ik geen uitspraak over. Vandaag een goede stap gezet. Maar je ziet hoe moeilijk het is. Iedere wedstrijd opnieuw. Vandaag is de uitslag dan wel groot, maar oké, het was toch ook weer. Dus... Nee, dat zegt. Wie is maandag maar eventjes afwachten? Ze moeten nog een wedstrijd spelen. Nou ja, natuurlijk ben ik daar niet gerust op. En dat is, ja, wat is 6 punten? We staan 9 punten voor nu, maar het kan 6 worden. Ja, we moeten er nog 8 spelen. Dus, maar het begint wel te leven bij de ploeg, kan ik me zo voorstellen. Ja, maar natuurlijk leeft dat. Als je in de tweede divisie bovenaan staat, en dat is niet niks. Natuurlijk leeft dat.
Alleen we hebben afgesproken, we doen één wedstrijd tegelijk. En de eerstvolgende is IJsselmeervogels uit. Ja, dat is ook niet, dat is ook gemakkie. Dus we hebben Hardenberg gehad, dan gaan we naar IJsselmeervogels. En Hardenberg mag eerst nog tegen hen maandag. Sorry? En Hardenberg mag eerst nog tegen hen maandag, tegen de vogels. Ja, ja. Oké, dat is dan voor ons net even wat minder van belang natuurlijk. Maar fantastische dag. Een hoop doelpunten gemaakt. Publiek tevreden neem ik aan. Ja, en ik ook. Alleen een klein kanttekeningetje wat ik zeg van, ja, gewoon door blijven gaan en doelpunten maken. Dat is beslissend, hè. Het kan beslissend zijn, laten we hopen of niet. Misschien laten we hopen dat we dat niet nodig hebben. Maar als het bij gelijk eindig is dit jaar voor het eerst wel dat het doelsaldo bepalend is. Dus vandaar ook dat ik wel blij ben met die 6 doelpunten.